Stralingen was het eerste meerdaagse openluchtfestival op het Europese vasteland. 100.000 muziekfans trok het en het maakte het festival in vele opzichten legendarisch. Mieke van der Wij maakte het mee en Henk-Jan Smits ging terug in de tijd met de documentaire 50 jaar liefde, vrijheid en muziek. Het Holland Popfestival in Kralingen. Zo'n 100.000 bezoekers beleven hier 3 dagen van liefde, vrijheid en muziek. Dat we op dat festival speelden, dat was allemaal zo danig dat je de wind mee, volledig mee had. Dus dat was een geweldig gevoel. Ja, dat is toch paradijs op aarde. De Kralingen, dat was gewoon een soort droom. Een perfect dream. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie beschrijving. Ik denk dat we aan het begin staan van een ander soort van revolutie. Ja, bij ons Mieke van der Wij en Henk-Jan Smits. Die laatste quote, we staan aan het begin van een revolutie, zegt Ernst Jans. Had hij gelijk? Nou, dat valt nog te bezien natuurlijk. Ja. Ik merk wel dat heel veel mensen die ik heb geïnterviewd voor zowel de documentaire als de podcastserie zeggen, het lijkt wel alsof de cirkel nu rond is. We staan weer aan het begin. De festivals, waar we het net ook al even over hadden. Wat gaat er gebeuren als we nu weer festivals gaan organiseren? Toen, dat was het eerste meerdaagse festival. Nu, als we nu weer een festival, een popfestival gaan organiseren. Hoe gaat dat dan? Met 1,5 meter afstand? Ja, het zal er niet zo uitzien als daar. Nee, precies. Nee. Maar het lijkt mij ook heel moeilijk. Dus we moeten het allemaal weer opnieuw gaan uitvinden. Denk ik. En jij was een ventje van hoe oud? 8. En? Ik was in Rotterdam en met mijn ouders en met mijn zus naar mijn opa en oma. En ik woonde in Almelo en dan mochten we altijd, vonden we heel spannend, in de grote stad mochten we met de tram een ritje maken. En dat deed ik dan samen met mijn zus. Was zo'n rondritje, hè? Dat je op dezelfde plek uitkwam. Ja, precies. Ik dacht bij mijn oma dat het een verrassing voor ons was. Maar het was natuurlijk eigenlijk dat mijn ouders even rustig zonder kinderen met ouders en schoonouders konden praten. Maar toen, dat weekend, zei mijn oma opeens, en niet uitstappen. En dat was heel raar, want dat was nooit in ons hoofd opgekomen. En waarom zouden we uitstappen? En toen, hoezo niet? Ja, er is een popfestival gaande en er zijn allemaal hippies in de stad. En ik had geen idee wat een popfestival was. Laat staan wat hippies zijn. Dus ik vond het allemaal te spannend. En ik zat mijn ogen uit te kijken in die tram. Ik ben er niet uitgegaan, ben braaf. En toen was ik heel braaf. Ik ben blijven zitten totdat ik weer bij mijn opa en oma voor de deur was. Maar ik dacht echt van, wat is hier gebeurd? En ik heb een beetje het gevoel dat daar mijn liefde voor live muziek is geboren. Omdat zij iets verbodens, een verboden vrucht heeft gecreëerd. En dat, ja, ik ben gebiologeerd, misschien wel een beetje geobsedeerd de afgelopen jaren geweest van dit festival. En wilde weten, wat is er nou gebeurd? Dus ik wilde met bezoekers, organisatoren, bands, werkers die daar zijn geweest, wilde ik praten. De politie in Rotterdam, die opeens met dit probleem kwamen. Ik wilde ze allemaal spreken en dat is gelukt. En dat is wel fijn dat je in 50 jaar is er in Nederland zo'n enorme festivalcultuur gekomen. En dat is allemaal daar begonnen. En hoe fijn is het dat je nu nog steeds mensen kan spreken die daar zijn geweest. Ja. Iemand die wel uit de tram is gestapt. Ik weet niet of je de tram ging, Mieke. Maar jij was er wel. Jij was hoe oud? Ik was 16. Vertel eens. Veel te jong. Je kwam uit een dorp in de buurt van de Vee, trouwens. Die woonde in de buurt. Ik woonde in een dorp. Een klein dorp van 1000 inwoners. Mijn vader was daar hoofd van een christelijke school. Met een Bijbel, geloof ik. Zo heette dat dan in die tijd. Ja. Maar ik zat in Gorkum op school, waar Roger van Boksel woont. Kijk, daar ben ik als 16-jarige. Dit is zo'n klassefoto. Dit is niet in Kralingen. Nee, dit is niet in Kralingen. Nee, daar heb ik helaas geen beeld van. Ja, hoe vind je me hier als hippie? Puppy vet, hè, vind ik dan. Ja, een beetje hippie. Maar goed, toen was ik ongeveer 16. Want ik dacht, nou, ik heb helaas geen bewijsmateriaal. Jullie moeten mij op mijn woord geloven. Maar dit is wel een foto, denk ik. Zo zag ik er wel zo'n beetje uit. Maar jouw ouders lieten jou dus wel gewoon gaan? Nou ja, mijn ouders die vonden. Ik had een zusje, die is bijna 2 jaar ouder. Die wilde ook gaan. Maar die waren daar natuurlijk niet heel erg blij mee. Maar ze hadden tegelijkertijd denk ik ook niet echt een idee waar wij terecht zouden komen. Nee, jij had niet het idee van dat je ouders ging gehoorzamen, toch? Nou, ook
Kijk, het was zo. Kijk, ik zat op school in Gorinchem en ik had eigenlijk al een soort parallel leven. Mijn ouders hadden toch echt het zicht op mijn leven waren ze al behoorlijk kwijtgeraakt in die tijd. Roger klinkt. Ja, ik moet al steeds lachen. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Amsterdam en dan woon je in Gorinchem. Dat is ook een stadje, een mooi stadje. Ja. Maar dat is ook niet een hele grote stad. Maar als je uit een heel klein dorp komt, dan is Gorinchem ook echt een wereldstad. Dan is dat echt een wereldstad. Ja, bovendien, je moet ook niet vergeten. Nou, dat zal jij beamen. Wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Charles ook. Dat in die tijd, hè, in 1970, was natuurlijk de kloof tussen de jongeren en hun ouders was heel diep. Die is volgens mij nooit zo diep geweest dat je het idee had, ja, maar die ouders en die hadden niet zoveel benul van waar die kinderen allemaal mee bezig waren. En dus ging jij daar naartoe en je dacht, vrijheid, blijheid, ik ga het leven ontdekken. Mijn ouders die konden de Beatles van de Stones nog niet onderscheiden, bij wijze van spreken. Nee. Maar dat was echt ook een muziekcultuur. Ja. Dus ik dacht, ik ga er naartoe. Maar en dan weet je denk ik ook nog niet helemaal wat je gaat aantreffen natuurlijk. Dus wat kwam er op je af toen je daar stond? Ja, het is ook heel gek dat nou ja, je hebt allemaal mensen die allemaal van muziek houden. Hè? Die allemaal op hun kamertjes plaatjes draaien. Ken je dit als je dit ziet? Nou ja, niet. Ja, natuurlijk herken ik het wel. En dan kom je daar opeens op zo'n festival. En dan blijkt dat er heel veel meer van dat soort mensen zijn. En dat die allemaal, laten we zeggen, ja, het leuk met elkaar hebben. Ja. Want ik ben ook naar dat festival uiteindelijk in mijn eentje. Ik heb van mijn zusje afscheid genomen aan het begin. Oh. En toen hebben we gezegd, nou ja, misschien elkaar later nog wel weer eens. Maar ik ben gewoon in mijn eentje ben ik daar gewoon ergens neergestreken. En dat kon ook. Je kon gewoon ergens gaan zitten. En was het leuk. En je eerste blootje heb je daar... Nou, dat was niet mijn eerste blootje, hoor. Ja, ik heb het. Nee. Maar even lekker ook wel ervan genoten. Ik denk dat iedereen daar wel... Zwaar verliefd geworden. Ik had wel een ik heb iets gekregen daar met een Duitse jongen, weet ik nog wel. En ja, als je 16 bent, dan ben je natuurlijk ook heel ontvankelijk. Kijk, ik had denk ik wel eens gebloot voor die tijd. Dat deden we op school ook wel. Maar de enorme hoeveelheid die daar de lucht in ging... Ja, ik denk dat ik daar ook niet echt aan gewend was. Weet je, van die chillips, weet je wel? Van die aardewerken pijpjes met zo'n zakje. Met z'n allen eromheen. Ja. En dat ging dan zo rond. Ja. Dan kijk je mij aan, weet je wel. Jij mocht niet. Ik ben van 80. Ik denk dan altijd van ik ben te laat geboren. Heb jij dat dan ook niet, als je dat ziet? Ja, een beetje. Een beetje wel. Aan de andere kant vind ik het ook, ja... Ik vind dat zo raar. Ben ik te laat geboren? Ik heb ook wel heel veel mooie dingen meegemaakt en die ik anders niet had meegemaakt. Dus ik voel dat niet zo van ik ben te laat geboren. Maar oh, wat was ik er graag bij geweest. Ja. Misschien ook als 8-jarige had ik toch wel heel... Ik denk dat je gewoon opgepakt was door de politie als 8-jarige. Nee, joh, er waren hartstikke veel kinderen. Oh, daar had baby's. Ja. Er waren baby's, kinderen. Nee, alles ging mee. Er werden baby's gemaakt. Ja, dat was kinderopvang. Ik hoop nog steeds dat ik opeens denk, oh ja, daar sta ik. Ja. Ja, ik blijf ook zoeken. Naar. Ja. Maar ik hoor een podcast waar jij veel in voorkwam, Mieke. En jouw herinnering is vrij mistig, hè? Heeft Henk jou gemaakt, ja. Jouw herinnering aan veel van wat er gebeurd is, waarschijnlijk ook wel door... Ja, maar het is best wel lang geleden natuurlijk. Hè? En het geheugen, dat werkt ook raar. Dat denk dat iedereen dat weet. Op een gegeven moment heb je een soort verhaal voor jezelf gecreëerd en denk je, ja, dat was het. Maar of het nou echt precies zo was... Nou ja, het had veel geregend en jij dacht toch het droog was, toch? Ja, het is wel mooi dat het begon op vrijdag met heel mooi weer. Mieke zegt, nee, is er alleen maar mooi weer geweest. Ik heb ook Gerard Cox voor de podcast geïnterviewd. Die zegt, het was alleen maar regen. Ja. Alleen maar regen. Maar die vond het ook klote muziek volgens mij. Ja, die vond de muziek ook helemaal niks. Die was later in Amsterdam. Toen heeft het echt gewoon onophoudelijk geregend. We hebben een foto van jou, Roger. Ja. In het Amsterdamse bos. Dat was één jaar daarna. Ja. En dat was Pink Floyd. En dit is Humble Pie die daar speelt. Met Peter Frampton en Steve Marriott. Waar ben jij? En helemaal links. Ja, herkenbaar. Hier staan. Toen was het even droog. Want we hebben uren onder plastic gezeten. Echt uren. Dat is wat ik me ook wel echt herinner. Ik herinner me iets meer dan jij, hè, Mieke. Zullen we heel even naar een legendarisch moment gaan van dit festival, Mungo Jerry? Ja. Iedereen had van die kartonnen bordjes en in de summertime gingen opeens al die bordjes gingen de lucht in. En het was na een donderbui en toen stopte de regen en het begon heel langzaam de zon door te komen. En toen spatte de energie van alle kanten los en alle bordjes gingen omhoog. Zelfs slaapzakken en de hele zooi. En dat ging maar door, ging maar door. Dat was een van de dingen die op mijn netvlies
gekerfd staan. Ja. Henk Jan, als cultuurverschijnsel... Ja, dat weet ik ook nog. Dit weet ze wel. Ja, dit weet ik nog wel. Dat was een hoogtepunt. Hè? Ja, het zong allemaal mee. Ja. Ja, maar de gedoogcultuur in Nederland, ook van marihuana en heel veel andere dingen, maar met name ook die marihuana-kwestie. Ja. Is dat daar een beetje toen, ik wil niet zeggen ontstaan, maar begonnen? Nou, dat is daar wel begonnen in zoverre dat ik heb van al die mensen wel gehoord van ja, in 68 werd er ook in clubs werd er gewoon gebloot. Alleen bij dit festival was er voor het eerst ook politie bij aanwezig die het oogluikend toestond. Er waren agenten, waren undercover, die moesten vanaf januari hun haar laten groeien, zodat ze niet opvielen tussen alle hippies. En die hebben dat dus, die moesten in het begin nog wel rapporteren aan iemand, maar dan zijn ze na twee keer rapporteren zijn ze daarmee gestopt, want er werd gewoon gedeeld en gebruikt. En dat vonden ze wel interessant. En vanaf dat moment is de gedoogzone, is daar een beetje, of het gedoogbeleid, is daar een beetje begonnen. Natuurlijk is natuurlijk die opiumwet is pas in 76 gekomen. Mede door Irene Voorink, de moeder van Koos Zwart. Koos Zwart was natuurlijk de groep op drugsgebied. Die deed beursberichten bij Vara Radio. Elke zaterdag. Maar ook op het podium bij het Holland Popfestival. Ja, want de prijzen gingen daar natuurlijk precies, omhoog. Precies. Hij stond de prijzen te noemen van wat je voor Libanon moest betalen. Per gram, zodat je niet te veel betaalde. 3 gulden per gram. Ja, precies. Hey, over prijzen je weet de marktprijzen nog niet. Jij bent volgens mij, je hebt netjes een kaartje gekocht, hè? Ja, als een van de weinigen. Ja, precies. Want er waren toch heel veel mensen die geen kaartje hadden. Heb best een hoop geld toen. Dat was een hoop geld en dat heb ik verdiend. Ik moest iedere dag fietsstik van Genderen naar Gorinchem. Dat is best een eind. En dan kon je het behoorlijk bekorten door met de pont over te gaan van Woudrichem naar Gorinchem. Maar als ik dan die pontkaart niet kocht, dan moest ik over de brug fietsen, was het meer dan 20 kilometer. Maar op die manier had ik dan wat extra geld en zo heb ik dat kaartje gekocht. Wat heeft dit festival uiteindelijk voor jou destijds betekend? Was het een soort van open-up? Ja, het was wel een enorme bevrijding. Ja, ja? Je dacht van, hé, zo kan ik ook leven. Hè? En dat was wel geweldig. Want ik weet ook nog toen ik daarna, na 3 dagen met veel te weinig slaap en een verloren slaapzak uiteindelijk weer in dat dorp aankwam. En mijn moeder stond van de klas. Ik zei van, nou, hier ben ik weer. Je hebt bijna ouders gaan verleden. Dat ik toen dacht, ik weet niet hoe ik hier ooit weer moet wennen. Hè? Ik heb het paradijs gezien en nu moet ik opeens weer in zo'n dorp. En hoe ging dat? Nou ja, uiteindelijk gaat dat natuurlijk best wel snel. Want dan kom je toch vandaan. En voor jou een feestje om zo'n documentaire te maken, denk ik. Fantastisch. Ik weet eindelijk, heb ik het gevoel, omdat ik zo ontzettend veel mensen heb gesproken, wat daar gebeurd is. Ja, dat je er toch een beetje bij bent. Een beetje wel. De documentaire 50 jaar liefde, vrijheid en muziek is aanstaande vrijdag om 7:50 te zien op NPO 2. En dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier wel, Moet en Sander. Tot morgen. Dank jullie wel allemaal.